simpele richtlijnen. We gaan in kolonnen varen. Rustig achter elkaar. Maximum snelheid 8 km per uur is gekend. De kolonne gaat gesloten. U ziet dat bord hier. Varen zonder hoofdslag. Er zijn twee soorten. Er zijn groene en er zijn de deze. Allemaal tellen? Ja. En de uitdaging is tussen hier en het Sas van Astenen is... Mag u ze allemaal tellen? Eerst en vooral allemaal van harte welkom in Tout Sasseus. Nu voordat ik verder doe met mijn verhaal, er moet mij wel iets van het hart. Maar ik ga eerlijk zeggen, dit heb ik in heel mijn carrière nog nooit meegemaakt. Wat je er niet weet, dat is voordat meneer José Milder naar hier gekomen heeft hij voor heel dat spel, en ik overdrijf niet, 25 mails gestuurd, 7 keer gebeld. En de druppel die ten emmer niet overloopt, van de morgen kwartje naar de 6 en begon hij al via sms te sturen. Heeft die mens misschien een daverend applaus voor de organisatie? In een van die mensen niet meer dan een uur en half. Maar we zitten natuurlijk op een zeer bijzonder plaatsje, namelijk het Sas van Astenen. Voor degenen die het kennen, goed. Voor degenen die het niet kennen, goed luisteren. Wat is dat stukje leien hier voor de deur? Is dat de leien? Nee mensen, dat is niet de leien, dat is de engte van Astenen. De leien die komt vanuit Frankrijk en die stroomt afwaarts richting Gent. En lang geleden, dat was toch de goede tijd, dan waren dat de vrouwen en de kinderen die langs het jaagpad, het trekpad, de schepen voortrokken. Dat was ze met een band boven de borst. En diegenen die konden lezen, die lazen een boek. Sommigen gaven zelfs de borstvoeding en als ze konden crosteren, waren ze aan het crosteren. En zo trokken ze dat schip voort. En de oude leien die loopt eigenlijk hierachter, dat is die de meander hier van 5 kilometer. En die 5 kilometer, dat was eigenlijk... Ja, even nu. Ik zie het weer goed.
Goedenavond iedereen. Mevrouw de burgemeester, meneer De Schepen, leden LOB, deelnemers aan de 11e Gentse Sloepentocht. Ik hoop dat jullie tot dusver genoten hebben van deze prachtige dag. De weergoden waren ons gunstig gezind, in ieder geval. Deze tocht werd mogelijk gemaakt door de medewerking van de gemeente Sint Maartens-Lathem voor de beschikkingstelling van deze prachtige locatie, als ook voor de infrastructuur die we mochten gebruiken. Ja, goedemiddag iedereen. Ik wil jullie eerst nog eens heel hartelijk welkom heten op onze boomhaard. En we zijn heel fier op deze mooie plaats aan de Reeën. We hebben deze in de huidige vorm gecreëerd in 2014. En we zijn heel blij dat we hier gastvrij kunnen optreden voor allerlei evenementen. Dat wordt een moeilijke om uit te spreken. Boot, dus boot met drie O's van Wezenmaal Catherine. Van de barbecue. Dank je wel.